Ik rij vandaag Bentley. En dat is een Bentley waar hybrid op staat. En dan hoor ik je slikken en dan zeg ik slik nog maar eens, want het is geen hybrid, het is een plug-in hybrid. Dat betekent dat je als Bentley boy 's morgens in de snijdende kou die vieze natte kabel moet oprollen. En dan kom je er pas een uur later op kantoor achter dat die nattigheid geen regenwater was, maar iets anders. Omdat je ineens moet denken aan de hond van de overburen. Nee, Bentley, dan denk je aan prachtige weldadige 12-cilinders of gewelddadige 8-cilinders. Bij Bentley denk je aan de blowers die in de jaren 30 van de vorige eeuw Le Mans achter zich lieten in wolken van stof en benzinedamp. Maar ja, met stof en benzinedamp maak je in Brussel geen indruk. In Brussel tellen ze geen Le Mans-overwinningen, in Brussel tellen ze grammetjes CO2 en dan ben je met 12 en 8-cilinders hopeloos verloren. Maar laten we nou eens gaan verplaatsen in de gemiddelde Bentley-koper. De gemiddelde Bentley-koper, denk je dat hij de motor op nummer 1 van zijn lijstje heeft staan van belangrijke dingen aan een auto? Ik geloof er niks van. Sterker nog, ik denk wel zeker dat dat niet zo is. Nee, ik denk dat een Bentley-koper bijvoorbeeld heel veel waarde hecht aan het uiterlijk vertoon van een auto. Het statement wat je maakt met een auto. En nou vind ik deze auto persoonlijk een beetje gewoon een grote SUV. Maar daar sta ik alleen in, want ik rijd er nu 2 dagen in rond. En ik heb zoveel bekijks. Kinderen die hun telefoontjes trekken en foto's van de auto maken. Als ik hem thuis voor de deur parkeer, dan komen de buren naar buiten om er aan en erin te zitten. En ja, iedereen vindt hem geweldig. En ja, geef ook toe, die koplampen, dat zijn de grootste diamanten die de wereld ooit gekend heeft. Dat zijn kunstwerkjes. En die kleur jongens, nou toen ik hem gisteren ophaalde, het was mijn eerste gedachte, hé, dat zijn die prachtige glanzende kastanjes die ik vroeger als kind in het bos opraapte. Maar, en dan kun je zeggen, ja, doe niet zo gek, als je het juiste RAL-nummer geeft bij de bouwmarkt, dan wordt in 5 minuten die verf voor je gemixt. En dat is misschien wel waar, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat het op een Bentley is gesmeerd en dat het cricketball heet. Jawel, die kleur heet cricketball. En dat vind ik prachtig, want Engelser wordt het niet. Meer Bentley wordt het niet. En behalve de wereld laten zien dat hij het goed voor elkaar heeft, wil een Bentley rijden natuurlijk ook aan zichzelf elke keer weer bewijzen dat het allemaal prima in orde is in zijn leventje. Elke keer opnieuw als hij instapt. En daarom komt hier ook weer die cricketball terug in dit leer. Dit is de uitvoering dan tenminste. Maar goed, prachtig leer. In dit geval dus dat cricketball samen met crème. En waar het cricketball met crème en stiksels gedaan is door vakmensen, is het witte leer, het crème leer, met cricketball stiksels gedaan. Nou, dat alles is geladeerd met enorme lappen carbon fiber, alsof het niks kost. En heel veel smetteloos chroom. En dat maakt deze auto prachtig van binnen. Ja, bescheiden is anders, maar ik vind het prachtig. Let ook op de details zoals die trekknoppen hier voor de ventilatieroostertjes. Lijkt wel de registers van een oud orgel. De laatste keer dat ik zulke dingen in mijn handen had, dat was in een Rolls Royce. En dit klokje hierboven, het analoge klokje, daar krijgt de Big Ben nog het schaamrood van op zijn kaken. Het is gewoon allemaal heel mooi en heel subliem. Ja, en ondanks alle uiterlijke vertoon moet het natuurlijk ook gaan hebben over de aandrijflijn. Plug-in hybride. Nou, deze auto heeft een accupakket van 14,1 kWh. Dus als jij op kantoor tegen de tijd dat je hond van je buren ruikt, heb je wel 14,1 kWh aan energie aan boord van je auto. En daarmee kun je volgens Bentley zo'n 30 mijl volledig elektrisch rijden. Nou, dat is een dikke 40 kilometer, wel volgens de NEDC-normen. Dat is een of andere meetmethode die vreselijk onbetrouwbaar is uit de vorige eeuw. Maar goed, laat het er dan 25 zijn met de WLTP-methode. Je kunt dan van een aantal tientallen kilometers kun je volledig elektrisch vooruit. En het grappige daaraan is, ik had het net over die prachtige 12-cilinders. Een 12-cilinder loopt zo mooi en zo naadloos. Maar wat loopt er nog mooier dan 12-cilinders? Geen cilinder. En als je dan helemaal elektrisch door de stad zoeft, dat is echt heerlijk in combinatie met het comfort van deze auto. Dat past echt bij dat Bentley gevoel. En pas als die accu leeg is of je moet veel meer vermogen in die auto hebben, dan schakelt die benzinemotor bij. En op zich, laat ik dat vooropstellen, dat is ontzettend goed gedaan. Die benzinemotor die pakt het heel mooi naadloos over van die elektromotor. Je voelt dat overgangsmoment zo goed als niet. Wat je wel merkt natuurlijk is dat je op de achtergrond ineens die benzinemotor hoort. En dat is een 3 liter V6 met directe inspuiting en enkele twin-scroll turbo zit erop. En Ja, in mijn kleine autootje zou het een fantastische motor zijn. Maar ja, dit is mijn kleine autootje niet. Weet je, het is een goede motor, maar hij klinkt voor een Bentley gewoon net wat te schraal, wat te magertjes. En het goede daaraan is weer dat hij erg goed gedimd is, het goed opgehangen. Die motorblokken, hij is erg goed geluidsgeïsoleerd. Dus als je gewoon rustig rijdt, dan hoor je hem amper. En dan ben je zo over die stroom heen. En dan rij je nog steeds echt Bentley in deze auto. Alleen als je echt heel hard wilt, en je echt vol gas geeft, dan ga je die motor wat te veel horen en dat doet wat af en dat Bentley gevoel. Gewoon rustig rijden dus. En ook het onderstel is geweldig hoor. Het is natuurlijk een luchtvering zit eronder en daar kun je heel veel mee manipuleren. Maar het is wel een auto van 2650 kilo, dat is heel veel gewicht. En als je dan heel hard door de bocht gaat, dan duwt er nog heel veel gewicht naar de buitenkant. Maar dit onderstel is zo goed in balans dat zelfs als je over slecht wegdek door de bocht gaat, dan komt hij geen moment los van zijn wielen. Je hebt heel veel grip, ook als hij eventjes een bobbel maakt, zodat je niet naar de buitenkant van de bocht springt en heel gecontroleerd door die bocht heen gaat. En dat is gewoon erg goed. Ja, en met dat alles rijden zelf met een typisch Bentley gevoel met een officiële CO2-uitstoot van 82 gram per kilometer. Dat is natuurlijk aanzienlijk minder dan de voorgeschreven 95 voor het hele gamma. En is het dan een echte Bentley? Ja, ik vind van wel. Ik zit heerlijk in deze auto. Ik zou hem zo mee naar huis nemen. En als dit dan mijn concessie moet zijn voor een beter milieu en voor een betere, schonere toekomst, dan is mijn antwoord volmondig. Ja hoor, graag gedaan.